Hey, kom op, kom op! Hey, ik heb hem! Hey, boys! Het ging zeker niet zoals dat we gehoopt hadden. Tactisch was het wat moeilijker tegen een goed voetballend Union. Zeker de eerste helft. Dan hebben we bij de rust wat bijgestuurd. Komen we eigenlijk goed uit de kleedkamer. Hebben de kans voor gelijk te maken. En ja, ik denk dat dat wel een beetje een kantelmoment is. Als je dan 1-1 maakt, denk ik wel dat we kunnen voortgaan op ons elan. Maar helaas, die gaat op de lat. En ik denk de eerste kans dat Union krijgt in de tegenaanval gaat terug binnen. En dan weet je dat het moeilijk wordt. Als je dan ziet dat we de eerste helft zeker niet ons niveau halen en dan gaan we rusten met 0-1. En dan hebben we verschillende kansen om 1-1 te maken, ook met de strafschop. En die maken we dan niet. En ja, je kent het gezegde wel, als je de kans niet afmaakt, dan gaat hem langs de andere kant binnen. En 10 minuten later was 0-3 en ja, dan weten dat gespeeld is eigenlijk. Tussen is daar Verkouteren, goede paas. Julien Verkouteren maakt hij het helemaal af, ja dat doet hij. Zo'n kans mag je Verkouteren niet geven, het is 0-3 na 62 minuten. Zure avond voor ons. Heel zure avond. Eerste helft zijn we helemaal niet in wedstrijd geweest. Ik heb in die helft 7-8 spelers kunnen vervangen. Dat heel slecht bezig waren. Union heeft heel veel balbezit. Zonder echt doelkansen te creëren. Maar natuurlijk zijn die altijd gevaarlijk in omschakelingmomenten met 4 bewegelijke snelle spelers. En op voorhand is dat verteld tegen die ploeg. En toch kregen we 2 of 3 goals in omschakelingmomenten vandaag. En heel efficiënt Union. Ik denk bijna alles wat tussen die palen ging, was goal vandaag. Als ik me goed herinner, misschien ben ik fout, ik weet niet 100% meer. En natuurlijk kantelmoment, tweede helft, zijn we veranderd van systeem. We gaan 4-3-3 ook spelen, met iets meer druk op Moren en Da Silva, die heel veel in balbezit zijn geweest in de eerste helft. En dat zag niet slecht uit, kwartier. Dan kreeg je een penalty moment die je niet benut. En 3-4 minuten later komt 0-2. En die kopje gaan ietsjes naar beneden en dan was nog 0-3. En dan was helemaal game over voor ons vandaag. Ook, we hebben 4-5 degelijke kansen in de tweede helft gehad. Waar Groen keeper heel goed zijn job heeft gedaan, moet ik zeggen. Maar als je hele match bekijkt, dat was niet genoeg van onze kant om afspraak op meer te maken. Ja, ik denk dat we zeker nog een paar kansen gehad hebben om het tijd te doen keren. Maar het mocht niet zijn. Dus ik denk dat we nu moeten proberen de match goed te analyseren. En dan eigenlijk de mindere punten eruit te halen en proberen dat te herstellen tegen zondag. Want op zich hadden we eigenlijk x aantal matchen niet verloren. En nu eigenlijk krijgen we wel een beetje een mentale opdoffer. Maar ik denk dat we allemaal samen nu moeten rechtkomen en tonen dat er toch genoeg wilskracht en kwaliteit in de groep zit. Als je het hier vandaag de 2 golden in de tweede helft op de counter gewoon. En we wisten dat ze daar spelers voor hadden, zoals Tabeku, Bertjes, Verkouteren. Die kunnen lopen, die pas kunnen geven. En ja, we wisten het van tevoren en dat maakt extra zuur. Zondag naar OHL, dat is ook weer een belangrijke wedstrijd. Hè? Ja, een belangrijke en ook een heel moeilijke. Ik denk dat we deze week heel hard zullen moeten trainen. Hun sterke punten moeten analyseren, hun minder goede punten moeten analyseren. En dat we het best van moeten maken zondag. Ik denk dat we moeten gaan spelen voor 1 of 3 punten, zeker. We moeten niet gaan spelen voor af te wachten en hun laten komen. Want we hebben kwaliteit in de ploeg en misschien kunnen we daar dan wel opnieuw een overwinning behalen.